De snelweg A50 is een belangrijke verkeersader in onze regio en de wijde omgeving. Helaas is het ook steeds vaker een vast onderdeel van de fileberichten. Voornamelijk het gedeelte tussen de knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven. Die drukte neemt de komende jaren alleen maar toe. Daarom liggen er inmiddels plannen klaar om de doorstroming te verbeteren. Voor omwonenden werd hier over donderdag een informatieavond georganiseerd. In een dorp dat deze veranderingen direct zal gaan merken, namelijk Herne. De plannen van het ministerie van Infrastructuur en Water zijn om de A50 op termijn te gaan verbreden. Met als doel de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren. In eerste instantie waren het 10 alternatieve oplossingsrichtingen. Uiteindelijk hebben we er 2 overgehouden. En uit die 2 heeft de minister 1 gekozen. Dat alternatief betekent tussen Ewijk en Paalgraven dat we in beide rijrichtingen een extra rijstrook gaan aanleggen. Dus we gaan van 2x2 rijstroken naar 2x3 rijstroken. Voor omwonenden betekent dit een grote verandering. Daarom worden zij hier ook nauw bij betrokken. We geven ze een inkijkje in het onderzoek. We geven een inkijkje door middel van een milieueffectrapportage. Wat de effecten zijn van zo'n verbreding op de leefbaarheid, op de veiligheid, op geluidseffecten, milieueffecten in zijn algemeenheid. En sommige mensen hebben daar meer of minder last van. Hoe dichter je bij de weg woont, kan je er last van hebben. Dat kan zijn dat er een geluidswal bij in de tuin komt. Dat kan zijn dat we de grond nodig hebben. Dus mensen hebben daar soms meer last van. Dat ga ik niet onder stoelen of banken steken. Maar dat proberen we door allerlei maatregelen proberen we dat te voorkomen. Ondanks dat de snelweg dus breder wordt in hun leefomgeving, zien de meeste bewoners er wel de voordelen van in. Ik vind het interessant en voor mij is het wel belangrijk dat ze gaan wel beginnen. Want ik heb wel last van de files, want ik rij 3 dagen in de week naar Eindhoven en terug. En in de ochtend, als je voor de spits gaat, is het prima te doen, maar 's avonds is het echt altijd. Nou dat er een baan bij komt, persoonlijk ben ik er wel mee eens. Want mensen willen steeds mobieler worden en mensen hebben allemaal een auto, dus ze willen van A naar B steeds weer gaan rijden, ook op zaterdag of zondag. Dus en die drukte neemt alleen maar toe. En we zien, ik woon zelf in de doorlopende straat van Herne-Bergharen. En doordat de A50 vaak vol loopt, kan mensen steeds meer een sluiproute pakken. En dan komen ze ook steeds meer verkeer langs ons door de dorpsstraat heen. De enige zorg die ik eigenlijk wel heb, van nou stel dat de autoweg verbreed wordt, er komt een bepaalde stikstofuitstoot, komt dan misschien verhoogd of verlaagd worden. En dat daardoor in Herne de complete woningbouwstop op zijn plan komt. Dat we niet meer kunnen uitbreiden met woningbouw in Herne. Dat zou natuurlijk een hele slechte zaak zijn. Toch moeten we nog even geduld hebben voordat er een schop in de grond gaat. Normaal duurt de planuitwerking na deze fase nog 2 jaar. Maar we hebben te maken dat het budget moet voldoende zijn. Het stikstofprobleem moet zijn opgelost. En we hebben ook wel capaciteitsproblemen. Zowel bij ons bij het Rijk als in de markt, dus bij de aannemerij. En we gaan gewoon kijken wanneer dat plan van start kan gaan.